In tegenstelling tot Warschau bleef Krakau tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwel gespaard. Hierdoor is veel rijke architectuur bewaard gebleven. Het Marktplein is het middenpunt van het sociale leven. Alle straten in het centrum monden hierop uit. De Lakenhal uit de 13e eeuw werd na een brand in 1555 in de Renaissance-stijl herbouwd en symboliseert de handelstraditie van de stad. De gotische Mariakerk met de twee klokkentorens is een andere blikvanger. De 81 meter hoge toren diende vroeger als wachttoren. We gingen binnenkijken naar het zeer fraaie interieur. Het koninklijke kasteel op de Wafelheuvel was de koninklijke residentie tot het einde van de 17e eeuw. In de kathedraal uit de 14e eeuw werden de Poolse koningen gekroond en begraven. We zijn hier in de hart van de Poolse nationaliteit. De Wafelheuvel was altijd precies de plaats waar de Poolse hertog en daarna de Poolse koning was gekroond en daarna meestal allemaal zijn begraven hier.